Wat wij denk ik heel goed doen, is het voeren van regie. Dat betekent dat wij een nauwe relatie hebben met de huisarts, maar ook een nauwe relatie hebben met alle thuiszorgorganisaties binnen onze contraien. En dat betekent dus dat je ook moet investeren in een stukje thuiszorg om daar werk van te maken. En ook natuurlijk scholingen organiseren. Kijken dat mensen datgene kunnen leren wat ze nodig hebben om in de praktijk te kunnen uitvoeren. Dit levert op voor de patiënt dat die wond gaat genezen. En dat betekent dus niet alleen maar de truc van het verbandje plakken, maar ook samen met hem kijken naar een stukje leefstijl, waardoor hij geen nieuwe wond meer krijgt en zijn huidige wond wordt opgelost. 70% zal hier ongeveer genezen, dat is best een hoog percentage. Als je alles bij elkaar neemt wat we hier zien, hè, de mensen komen hier met hun laatste ziel onder hun arm aan om behandeld te worden. Nou, als je daar 70% van dicht krijgt, is dat een hele vooruitgang.